onze hulp en verwachting. Zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 95, het eerste vers komt. Laat ons samen Israëls Heere, de rots die van ons heen met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. 95, het eerste vers. We gaan dus samen opnieuw luisteren naar de levensgeschiedenis van Simson, Richteren 13, vanaf vers 24 tot het einde, Richteren 14, de eerste zes versen. Vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden, lijdenis van algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in het Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En de engel des Heeren zeide tot Manoach: van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zei de Manoach tot een engel des Heeren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dan zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren: wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? De engel des Heeren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus aan mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde op de rotssteen den Heere. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde, al de vlam van de altaar opvoerde naar den hemel, zo voerde de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw: wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem: zo de Heere lust had om ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en ze noemde zijn naam Simson. En het knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger dan, tussen Zora en tussen Estaol. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebben de ene vrouw te Timnat, van de dochter der Filistijnen, zo ging hij opwaars en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide: ik heb een vrouw gezien te Timnat, van de dochter der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zei tot hem: misgaat geen moeder. Is er geen vrouw onder de dochteren uw broederen en onder al mijn volk, dat hij geen haast om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersen te die tijd over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een bokje vaneen scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. Zover. We gaan met elkaar denken over teleurstellingen en raadsels rondom het leven van Simson. En we zien in de eerste plaats dat het gebeurt in zijn gaan naar Timnat. In de tweede plaats in zijn heldendaad bij Timnat en bij zijn overwinning op Timnat.
We gaan nu samen denken over het leven van Simson. Het is toch zo mooi begonnen. U kunt het zich zo levendig voorstellen als de kerk het uitzingt. We gaan van kracht tot kracht. De zon gaat op en immers op in de belofte in de God. En het kind wordt geboren. En ik geloof dat ze zo bij beurten gezongen hebben. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, ja. En dan komen de teleurstellingen. Met wie? Met een mens? Nee, met God. Is dat de verlosser? Iemand die daar straks gaat naar Timnat en blijkt dat het een man is. Niet alleen vol des geestes, gewoon vleeselijk mens. Hij ziet een dochter der Filistijnen en het behaagt hem nogal dat vlees spreekt. Een tegenvaller voor Manoach en zijn huisvrouw. Misschien ook wel voor hemzelf. Kun je zo hebben in je leven dat je denkt dat je alles te boven bent. Dat je als het ware boven het vlees mag leven. En dan erachter te komen dat je ook last hebt van je vlees. Wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? Uiteindelijk blijkt je dat het toch een raadsel is. Want ik leed zo en ze wisten niet. Dat dit van de Heere was, dat wordt helemaal eruit. Dat is dus van de Heere. Simson die zich een Filistijnse bruid kiest straks. Straks dan lezen we weer dat Simson nog meer teleurstellingen opdoet in het leven. Maar hier voorlopig dat hij een heldendaad verricht. Hij verslaat een leeuw. Ik herinner het me nog zo heel erg goed dat een oude leermeester vroeger tegen ons zei, zeg, heb je ook wel eens een leeuw verslagen? En ik zou het willen doorgeven in uw en mijn leven. Heb je wel eens een leeuw verslagen? Simson heeft er een geslagen en verslagen bij de wijngaarden van Timnat. En de grootste overwinning is geweest, hij spreekt er met niet één over. Ook niet over zijn heldendaad. We gaan de Heer eerst vragen of hij ons wil zegenen. Lieve Heere, het is ook aan de middag van deze dag dat u betoont dat milde handen en vriendelijke ogen bij u van eeuwigheid zijn, waar u de zon deed opgaan. Waar we in deze dagen, waarin het blad neervalt en er gepredikt wordt, wij vallen allen af als een blad. Dat het herfst geworden is in de natuur, maar dat ook onder ons zoveel vallen onder de zijs van de dood. En te midden van de doodsberichten predikt u het. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Zelfs in het rijk der natuur laat u uw heerlijkheid zien, waar de zon over ons mag schijnen. Gelijk als in het donkere Israël de zon opgegaan is, waarin een Simson geboren is, zo hebt u het ook den volke verkondigd, dat de zon der gerechtigheid in Christus Jezus opgegaan is, en voor al die in het duister dwaalt, verschaft deze zon een helder licht. O Heere, hoe groot is het, als we van uw entwege ontdekt worden aan de duisternis, maar dat we ook door genade mogen kennen een belofte, dat we mogen uitzien met sterk verlangen, en misschien dat er zo vanmiddag meegekomen zijn in uw bedehuis, die daar iets kennen van het ik heb den Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mij uit de modderige kuil. Heeft hij mij opgericht. Heere, welk een voorrecht. Als u niet alleen een belofte geeft. Maar als u ook met beloften de werkzaamheden schenkt. Ja, nog meer.
als straks de belofte ook in het leven vervuld wordt. Niet alleen een belofte voor het tijdelijke leven, ik zal u uw gezondheid doen herrijzen. Niet alleen als u belooft dat ik krank ben, niet tot en dood is, maar tot de verheerlijking God. Maar heren, dat is het allergrootste wonder, als we een belofte mogen ontvangen van de komende Christus, werkzaamheden mogen kennen met hem, die de gezegende des vaders is, in wie het leven is, in wie het licht is, in wie de troost is, in wie de sterkte is. O Heere, in onze donkere dagen er wordt zo weinig geluisterd, niet alleen van het Godsgemis, maar dat er zo weinig gehoord wordt van het ware Christusgemis. Met het heimwee der verlangen uit te zien, of dat ik hem ken en de kracht zijn voor opstanding. Heere, als we er nog vreemdelingen van zijn, zou u dan in dat leven willen schenken dat we met een diep heimwee vervuld mogen vragen naar hem die de kracht en de opstanding is, naar hem die de appelboom onder de bomen des wouds is, naar hem die de sterren is die opgegaan is, de blinkende morgenster, naar hem die genoemd wordt de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts. O Heere, welk een voorrecht als u uw kerk ook in deze nog wil blijven onderwijzen, ook ondanks de donkerheid die er gevallen is over de wereld, ook over de schaduwen die aanschouwd worden in het kerkelijke leven, dat ondanks alles toch beloofd is, dat u uw volk niet schaamrood zult laten wederkeren. Wees u dan met ons, Heere, ook, als onze schreden andermalen gericht zijn naar uw bedehuis, om samen uw woord te gaan overpeinzen. Heere, hoe zoet zijn ons uw redenen geweest, en hoe kostelijk mag het soms zijn, als de deuren van uw huis opengaan. Heere, daar wordt immers bij tijden en ogenblikken de rust geschonken, daar toch het verre van uw huis gesmaakt, en hoe lief kan het zijn binnen de wanden van uw huis, om daar niet te mogen zitten, gelijk een eigen hert, dat schrijend is naar het water des levens. Heere, hoe menigmaal heb je dan uw gunst bedoeld, het zij dat ge water uit een steenrot deed voortvloeien, of dat u het manna uit de hemel deed regenen. Er zullen er ook vanmiddag zijn, die daar geen vreemdeling van zijn, dat het zo zoet en zo zalig was in uw bedehuis, waar ze mee ogenblikken onderwezen werden, waar ze ontdekt werden aan het zielsgemis, waar ze ook de kwaal mochten leren kennen, maar waar ze ook leerden verstaan wat ze nog misten op weg reis naar de grote eeuwigheid, maar waar ze ook ontdekt werden aan die enige naam die onder de hemel gegeven is, om zalig te mogen worden. Maar wat we toch in uw woord ook vanmiddag gelezen hebben, waarom is het dat ge naar mijn naam vraagt? Mijn naam is immers wonderlijk, raad, de sterke Godvader der eeuwigheid en vrede vast. Heere, welk een voorrecht, als uw kerk ook in de duisternis van de tijden blijft onderwijzen, als geleerd die enige weg die ter zaligheid leidende is. Heere, gedenk u ze dan zo, die nog vreemdelingen zijn van deze dingen, die nog in de duisternis moeten wandelen, die daar geen enkel lichtpuntje kennen in hun leven, die ook in de dwaasheid van hun leven, gelijk als Simson als het grootste raadsel, een weggegaan is van vlees en van bloed, die zich daar de dingen ter wereld heeft toegeëigen, waarvan geestelijk leven soms zo weinig meer openbaar gezien wordt. O Heere, wat moet uw kerk toch wel leven in het midden van de raadselen, als we zo rondom ons heen blikken en we zien hoe de jeugd al meer over de grenzen heen schrijft, waar men zich de dochteren van de Filistijnen aantrekt, waar men al meer in de dingen van de wereld opgaat en waar men zo weinig met God en met goddelijke genade zijn bemoeid. O Heere, wil u dan geen boog onder onze jeugd,
gelijk als vader en moeder maar nog wat het kind onderwezen heeft, gewaarschuwd heeft, dat ook die waarschuwende stem in het midden van de gemeente en ook van de huisgezinnen mogen blijven gehoord worden. Heren, we kunnen de kinderen niet genoeg waarschuwen. We kunnen ze niet genoeg wijzen op de gevaren van de wereld. En heren, al is het dat een moeder haar zuiveling niet kan vergeten. Gelijk als moeder Manoah met haar man meegegaan is ook. Door de weg die naar Timnat leidde, toch. Ze gingen beiden een andere weg. O, dat door genade mogen gekend worden. Al is het dat een zoon of een dochter heen gaat naar de Filistijnen toe. Dat een vader en een moeder toch met de gebeden de kinderen blijven opbrengen. En ze ook blijven vergezellen met de voorbeden in het hart. Heere, gedenk onze dag zo. Gedenken iedereen in het leven, in het raadsel van het leven. Ze zullen ook hier vanmiddag in de kerk ten nederzitten. Die raadsels in de wereld zien. Die raadsels ook in het kerkelijk leven ondervinden. Ja, die misschien bij vriend, bij vriendin de raadselen des levens aanschouwen. Maar toch door genade gevoelen dat ze zelf het grootste raadsel zijn. Wat ook bij ogenblikken het is. Het ene keer ze zingen bij beurten. Het andere ogenblik het vloekt en het lastigt van binnen. Waar bij ogenblikken tijden gekend te worden. Boven het stofferheven waar de hemelen al dichterbij komen. En toch andere ogenblikken waar het zoveel raadselen zijn. Alsof de aarde al meer waarde krijgt en dat het geleerd wordt. En ik wist het niet, dat mijn tere ziel zoveel van dit aard omvliegt. O Heere, welk een voorrecht, waar ik toch in uw woord getuigd die uw kranking ken. In uw liefde rijk geneest, dan mogen we onszelf een tegenvallen bij u. Zullen we nog nooit tegenvallen, Heere, want ge blijft dezelfde voor uw kerk. Ze zult niet toelaten dat aan uw kind enig verderf geschiedt. Gelijk als u die drie vrienden in de vurige ogen bewaard hebt. Gelijk als u een Daniël in de leeuwenkuil bespaard hebt. Zo zult ook ondanks de hitte van alle verzoekingen en van beproevingen. Zo zult u uw kerk heen voeren. Ondanks alle zwakheden. Ondanks alle verdriet en teleurstellingen. Je zult ze voeren naar het eeuwige licht. Laat dat het droom komen zijn, oh. Als we ons samen zullen nederzetten onder het geklank des konings, Heere, open onze ogen. Ja, open ook onze ogen. Ja, wil ons verstand verlichten om ons neer te zetten met die beheersing, met heilige ontzag. Denk aan het bekommerde volk, o Heere. Zij die zichzelf zo meenemen tot de raadsel zegt. O, denk aan hem, o Heer. Als het zo van binnen is, op en in. Als het zo van binnen is, een klaagzang. En soms een lied erover. O Heer, als ze zichzelf niet meer kunnen begrijpen. Laat het dan ook in dit middag u, o mijn boven zijn, die mij veracht. God wilde mij niet veracht. Zegen ons dan samen, lieve ontzettend. Er zijn er zoveel dingen, heren, die moeilijk zijn. Er zijn dingen in huisgezin die moeilijk kunnen zijn. Er zijn dingen ook in kerkelijk leven die zo tegen de vast doen. Heren, er zijn dingen in het ambtelijke leven waar een mens niet overheen kan zien. Maar wil u ondanks al die dingen, wil u toch betonen, heren, dat uw kerk in het leven bewaart. In ziekte, in dagen vooral, in tegenspoed, in kracht, in doornenkromen die gevlochten worden, Heere, gedenk des ontwerps. En wees u ook met hem, die de mond tot u opendoet, wil hem ook vermenigvuldiging van gedachten spekken, opdat het brood onder uw handen getrokken, dat het zo vermenigvuldigd wordt, dat iedereen rijkelijk zijn deel mag krijgen.
dat de bekommerde in de grond schiet, dat de wenende zondaar aan uw voeten vertroond wordt, dat de Zacchaeus gelijk mag wezen, dat zelfs een moordenaar nog een woord van u mag ontvangen dat u helpt en steunt. En zegen dan ook ambtelijk en kinderlijk, zodat we samen ons mogen verblijden in uw grote Godsdagen, en dat ook Jezus willen alleen in de vergeving der zonden. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 102, het eerste en het zevende vers. Psalm 102, en daarvan het eerste en ook het zevende vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat uw bijstand niet ontbreken, ai, veracht mijn tranen niet, daar ge al mijn angsten ziet. En het zevende vers, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt. Psalm 102, en daarvan het eerste en ook het zevende vers, en de derde collecte die is voor onze eigen schoonvers. Oh,
gaan dus met elkander opnieuw denken naar de levensgeschiedenis van Simson. En u weet het, kostelijk schoon begonnen. En waar komen we met Simson terecht, geliefd? Midden in het raadsel, midden in de vragen, ja, midden in de teleurstellingen. En dan is het voorwaar niet alleen bij Simson. Neem het levensboek van al Gods kinderen ter hand. Blader het door van het begin tot aan het einde toe. En dan zult u vele bladzijden vinden waar die bange vragen in opgeschreven staan. En dan denk ik aan vader Jacob. Wat heeft de Heer hem kostelijk gezegend? Wat zijn hemelpoorten boven hem opengegaan? Wat rijke beloftenissen draagt hij mee door het leven heen? En waar komt hij terecht, geliefden, in de tent van de grootste moedeloosheid? En als ge met mij binnentreedt, dan ziet ge de oude grijze man verweerd van aangezicht, als op de puinhopen van het leven nederzitten. En dan hoort u die diepe zucht. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En u wilt ge ook nog Benjamin meenemen. En het is alsof ge het hoort uit de diepste grond van het hart. Al deze dingen, ze zijn tegen mij. Denk dan ook eens aan Azaf, de man van het allergrootste raadsel. Hoewel hij een opperzangmeester is, waar het hem niet vreemd is, waar die gezongen heeft. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En dan zakt zijn hand, zijn harp glijdt uit de vingers, hij hoort hem snik, hoewel mijn ziel dat weet. Mijn voeten waren in mijn lees hier uitgeweken, en mijn train van het spoor van alle godsvrucht afgegleen. En later dan hoort ge hem al meer uitwenen, dan pijnst mijn ziel, is waar zal God ook weten van mijn droeve lot. En vult u dan maar in, gelieden, de raadsels in uw eigen leven. De vraagtekens in uw natuurlijk leven. Ik hoef niet voorwaar in de wereld een blik te slaan om in het raadsel te komen. Ik hoef voorwaar geen kritiek op de kerk te hebben, als je alleen maar in uw eigen huis neerziet, waar u eertijds geschreven hebt. Ik en mijn huis, we zullen de Heere vrezen. En hoe is het geworden in uw leven, geliefden? O, bange raadsels, vraagtekens. En dat niet alleen, geliefden. Vraagtekens ook van binnen in uw hart. Als je geen vreemdeling van God en goddelijke genade zijt, waar de zon opgegaan is, waar u het weten mocht, de Heer is mijn deel in het land der levenden, waar u opgetrokken geweest bent tot in de derde hemel toe, waar u onuitsprekelijke dingen aanschouwd hebt. De koning is een schoonheid. En als u dan vandaag eens gaat letten hoe het nu op dit ogenblik is. O, dan komen die raadsels. Dan komen zelfs die vragen in uw hart op. Zou het wel waar zijn? Zou ik me niet vergist hebben op weggereis naar de grote eeuwigheid? En weet u waar ik nu het meeste in het raadsel mee kom, geliefden? Nee, ik meen dat ik daar een heel klein beetje aan gestorven ben. Dan dat men ooit vertrouwt op mens, moet me niet te veel op vertrouwen. Je rolt met elk mens rol je om, geliefden. Of zelfs van prinsen hulp verwacht.
Weet u wat het grootste raadsel is? Het valt bij God soms zo tegen. Het valt bij Christus zo tegen. Want immers ten slotte als u de geschiedenis van Simson leest, waar hebben ze hun hoop en verwachting opgebouwd? Immers op God, hij heeft het immers beloofd. En wat komt er nu? Van Gods belofte is het terecht. Als je daar die jongen van de belofte, als je hem niet weg ziet zwerven daar door de wijngaarden van Timnat, als hij tenslotte met de vuist op de tafel slaat en zegt, en vader, en ik wil haar hebben. En dan kunt u protesteren, vader, wat u wilt. Maar deze jonge dochter, die is de mijne. En als er dan bij haar getekend staat, en ze wisten niet dat het van de Heere was, dan komt u toch vast te lopen met God en met zijn eigen woord. We gaan eens kijken weer bij het begin, maar weer beginnen de draad. Zoals we de vorige week hebben laten liggen, oprapende. En daar staan die twee eenvoudige zielen, die staan daar in het veld. Manoah. En zijn onbekende vrouw. Ze hebben goddelijk koninklijk bezoek gehad. Christus Jezus in de gestalte van een engel des Heeren is bij hen gekomen. Hij heeft ze een belofte gegeven in de duisternis van alle tijden. En het is zo zoet en het is zo zalig geweest. Vooral als u er geen vreemdeling van bent. Als u vol ontroering gezegd hebt. Ik heb de Heere gezien en ook is mijn ziel gered geweest. Ze hebben daar samen gestaan bij het hof. En terwijl de rook slierde wegtrekken naar de hemel toe en ze de ogen vol ontroering opendoen, dan is alles weg. U kent toch die uitdrukking, is niet zo genoten en zo toegesloten. Zo sta je met die man en je vraagt. Laat ik dat vanmiddag een ogenblikje met u overdenken. Als de Heer in je leven komt, hè, hoewel ik een mens ben van vlees en bloed. Van het geloof bestaan heeft en die nu ene keer zo diep nederzinkt, zodat hij twijfelt aan Gods woord en belofte niet. Ik heb het u de vorige keer gezegd, die eenvoudige vrouw, hè. Die naamloze vrouw van Manoach, het blijkt dat zij veel krachtiger is dan de man. Hij zegt, ach luister eens man, laten we samen eens opmerkzaam worden als de Heer ons toch. Als de Heer ons toch had willen doden, dan had de Heer dat toch al lang gedaan, is het niet? Wel nu. Zo almaar bemoedigende, zo almaar elkander onderwijzende uit het woord van God, keren ze naar hun woning terug en dan komt er de tijd van, afwachten, nee, de tijd van verwachten. En u weet toch wat verwachten is? Verwachten, dat is het woord van God bij je te hebben. En dat is een belofte van God in je ziel te hebben en te leren. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Een beroep te doen op het woord van God, op de trouw van God. Zou je denken dat ze het altijd even makkelijk gehad hebben? Zou je denken? Laten we die twee mensen nu eens weer opnieuw nemen, die Manoah en zijn huisvrouw. Ik geloof dat het ongeloof in het leven van de kerk of gods nooit sterft. En dat op onverwachte ogenblikken, en dan komt dat weer boven, hè. Dan geloof ik zomaar ook in die tijd van verwachting dat die Manoah een man is die ook in de twijfelhoek blijft zitten en wel eens vraagt, zou je denken, vrouw? Dat het vervuld zou worden. Misschien bij ogenblikken wel eens gekend. Zou God zijn genade vergeten. En dan dat vrouwtje. Hè?
dat dan die onbekende vrouw, dat die haar man weer terecht wijst en dat die tenslotte zegt, Koresman, als de Heer het kon, dan beloofd heeft. Hij die belooft, hij is getrouwd, die het ook maken zal. Ik geloof dat die Manoah en zijn huisvrouw, dat ze soms ook in mijn hart woont. Het ene ogenblik dan zingen ze hoog. Het andere ogenblik dan zingen ze laag. Het ene ogenblik dan zingen ze een lied van moedeloosheid. Een andere ogenblik dan is het een hooggestemd lied. Dan blijf ik den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, gelukkig. O gelukkige gemeente, als u het kent, als u kent dat heilig uitzien, dat verlangen op de vervulling van de belofte, niet een God, niet alleen een belofte voor het natuurlijke leven, maar als u mag kennen een uitzien op de vervulling van het geestelijke leven, o dat ik hem kende en de kracht van zijn opstanding. En zoals dit natuurlijke leven gaat, dat man en vrouw soms met heilige liefde vervuld zijn met iets wat ze nog niet gezien hebben. Dat ze als het ware al sterke liefde kennen van het ongeboren kind. Zo kan er in het leven, in het geestelijk leven ook zijn een sterk verlangen, een heilige liefde tot hem. Die ze nog niet gezien hebben, maar die toch zich openbaart als de levende die komen gaat. En dan worden de beloften in zo godseerlijk vervuld. Elke geboorte brengt blijdschap met zich mee. En ik geloof dat ik u niet zoveel heb te vertellen als u terugdenkt aan dat ogenblik. Het eerste kind in arm. Dat ge met ontroering door je tranen heen gezongen hebt. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn welzijn. Zou je denken dat ook hier geen blijdschap geweest is? Geloof zomaar dat ze door al de tranen heen gezongen hebben. De Heer die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij voleindigen. O, de Heer die vervult wat hij beloofd heeft. En weet je wat dat grootste is? Niet alleen dat ze dat kind in de armen krijgt. Maar dan geloof ik dat dat het grootste is. Ze hebben te doen met een God van waarheid. Ik heb wel eens tegen u gezegd. Een God die belooft. En een God die niet alleen belooft. Maar een God die het ook komen laat. We lezen van Simsons jeugd niet zoveel, geliefden. We lezen alleen maar zijn naamgeving. En u weet het, de naamgeving in het oude verbond. De naam drukt het wezen uit. En ik geloof dat ze er beide wat van gezien hebben. Simson betekent immers de zon. Of het zonnekind. En dan geloof ik dat ze beide gedacht hebben aan de nacht waarin Israël verkeerde. De nacht. Van de zonde, de nacht ook, van het afwijken van God en zijn beloftenis. Ik geloof zomaar dat ze beide er iets van gezien hebben, dat in deze duistere nacht, dat er geen ster is die twinkelt, en dat er geen zon is die ooit meer zal opgaan. En nu mogen ze het geloven, ziet u, dat in die duistere nacht, dat daar een zon opgaat, de zon van de geboorte van dit kind. En u weet het, de geboorte ook van een kind in het oosten is heel anders dan bij ons. Een vrouw die onvruchtbaar bleef, telde eigenlijk niet mee in het voordelen van de beloftenissen Gods. Maar een vrouw die een kind ontving, en dan voornamelijk uit de heilige linie gelieden, ook geloof dat hier reeds het geloof doorblikt. Tot aan de einden van de beloftenissen Gods, wanneer het woord vlees gaat worden, wanneer het onder ons gaat wonen, wanneer we zijn heerlijkheid aanschouwd hebben, de heerlijkheid als een enige geborene des vaders, want immers,
Lieve gemeente, we zijn gevallen, we zijn diep gevallen in ons verbondshoofd in Adam. We zijn in de nacht neergewenteld en er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. En we liggen zo jammerlijk, zo arm, zo blind, zo naakt, zonder enige beloftenissen, zonder enig verbond. Daar liggen we op het vlakke veld vertreden in ons bloed. En wie zal dan ooit er licht geven? En wie zal dan ooit die zonne doen opgaan, geliefden? Ik geloof dat er veel bij kunstlicht geleefd wordt. Ik geloof dat ook velen in hun eigen leven een licht ontstoken hebben, niet van boven. Maar dat er maar weinigen zijn die verbonden zijn aan hem, de zonne der gerechtigheid. En u weet het, ik heb het u wel vaker gezegd. Eer dat de Christus in de natuurlijke leven geboren wordt, gaan de beloften is er vooraf. En ik geloof ook waarlijk in het geestelijk leven. Eer dat Christus in de ziel geboren wordt, dat de ziel verbonden wordt aan de beloften is er Gods. Gelijk als de wijnrank haar ranken vastgebonden ziet, waar ze vastgehouden worden als met vaardige hand, zo verbindt, zo leidt de Heere zijn kerk van de ene belofte tot een andere belofte, opdat ze tenslotte door al de beloftenissen heen, dat ze de Zonen Gods mogen omhelzen en hem mogen kennen als de enige rotssteen wiens werk volkomen is. Zitten er hier nog in de kerk die daar ontdekt zijn aan de duisternis van hun bestaan? Zitten ze hier nog, lieden, die daar werkzaamheden in de nacht gekregen hebben? Zitten ze er ook die meeluisteren, die een belofte gekregen hebben? Zijn er ook die hier gevonden worden, die als het ware van belofte tot belofte verbonden zijn aan de dierbare Zoon Gods? En dan mag men dit noemen een bekommerd leven. Ook kan soms zo rijk zijn, zelfs in het natuurlijke leven. Het kan soms zo rijk wezen dat een vader al denkt dat hij zijn ongeboren kind in de armen heeft. Het kan soms zo rijk wezen dat men soms zingt bij beurt, ook al is het kind nog niet geboren. En dan geloof ik ook waarlijk in het geestelijk leven, dat er wel eens zoveel liefde, zoveel blijdschap kan zijn, eer dat de Christus Gods mijn eigen geworden is. Zo zijn er in de eerste tijd, geliefden, alle teleurstellingen overwonnen. Ik heb u gezegd, van Simsons jeugd, ik lees zo weinig. Kinderzorgen. Ach, wie kent geen kinderzorgen? En dan lees ik één op. Laat ik dat vanmiddag een ogenblikje met u overdenken. He. Als de Heer in je leven komt, he. Hoewel ik een mens ben van vlees en bloed. En hoewel ik niet beter ben dan een ander. En dat ik moet zeggen, oh God, ik ben maar een Filistijn, ik ben maar een onbesneden. En dat je toch bij ogenblikken iets kent en toch is de anders. En hoe zal ik dan uitspreken hoe dat anders is? O, als de geest des Heren eens vaardig wordt. Als de geest des Heren hem eens aandrijft. En als de geest des Heren hem eens laat zien wie die is. En dan komen die teleurstellingen. Wel, op zekere dag, dan gaat hij over de grens heen. En als u dan weet, geliefde, dat hij waar hij woont, dat hij precies een grensbewoner is, ligt daar voor ons ook niet een prediking in. We zijn maar grensbewoners. Hier ligt nog het volk van Israël. En daar ene stap en dan sta je bij de Filistijnen. Dus die jongen die gaat nu en dan gaat hij uit. En als dan de geest des Heren met hem uitgaat, geliefde, dan geloof ik dat hij maar één ding gezien heeft. Dat zijn de vijanden van God. En dat zijn de vijanden van zijn heilig woord. En dat hij maar één begeerte heeft. Dat alle vijanden straks verslagen zullen worden aan zijn voeten. En dan gaat hij op een dag, gaat hij er naar uit, geliefden, over de grens heen. En in ene keer. En dan zeg je, hij is toch anders, wat anders. Hij is net als iedereen. Dan heb je een hart. Ook het zonnekind dat zo verduisterd is. Dan heeft hij een vleeselijk hart.
En dan komen gewoon, heel gewoon, komen vleeselijke begeerten. Ik stel me voor op een bepaalde dag, hij komt een schoonheid tegen die schier in Israël niet te zien is. En dan begint zijn vlees, dat begint te vragen. En dan begint dat hart, dat begint uit te gaan. Nee, niet naar geestelijke dingen. O, dan vraagt Gods kerk zich wel eens af, hoe is het mogelijk? En ik wist het niet, dat mijn tere ziel zoveel van dit aard zo overhield. En hij keert terug, en ik kan me indenken, hij keert terug, niet met Gods geest. Maar nou keert hij terug enkel in vlees. De nachten overdromen, misschien ken je het. Dat je tijden gekend hebt, dat je bij ogenblikken zo door Gods geest gedreven werd, en dat je zo niet besteld was, alsof alle zonden eronder lagen. En dat je zo in ene keer midden in de nacht wakker werd, en dat je zei, o God, wat een dwaasheid. O, wat een overspel zelfs in mijn dromen. Wat een goddeloosheid. Dat hij vervuld is met al het vleeselijk. En dat hij maar één begeerte heeft. Gelijk Eva gegrepen heeft naar de vrucht. En dan bewijst hij dat hij een kind van Adam is. Dan heeft hij maar één begeerte. En hij komt thuis en hij vertelt het zijn vader en zijn moeder. En weet je wat ik dan maar denk? Die eenvoudige Manoah, dat is toch allemaal vol van twijfel. Zijn moeder die heeft misschien bij ogenblikken wat meer les gehad in het geestelijk leven. Maar die Manoah, die arme Manoah. Ik kan me indenken dat die arme Manoah zich afgevraagd heeft en gezegd heeft. Heren, ben ik mis? Of ben u mis geweest, heren? Hoe is het nu in mijn ziel dat ik... dat ik een kind gekregen heb, dat ik een zonnekind genoemd heb. Een kind uit het wonder waar ik u voor gezien heb in het aangezicht tot aangezicht. En nou een kind, nou heb ik een kind, ik meende dat het anders was. En heb ik een kind van vlees en van bloed. Ik geloof dat Manoah toch weer wat anders gezien zal hebben als dat die vrouw het gezien heeft. Dus een van die mensen die mogen zeggen... en de listen van de Satan, die zijn me niet onbekend. Die dwars door alle dingen wel eens heen mogen blikken en zeggen bij alle strijd, hij die het beloofd heeft. Hij is zo getrouw die het ook maken zal, ondanks alle dingen. En laten we ons dan vanmiddag niet gaan denken, geliefde, dat Gods kind beter is. Er zijn er nog al te vaak mensen die denken wel eens dat Gods kind beter is. Beter, nee, wel anders. Bij ogenblik. Als de geest des Heren in hun hart is, dan is het anders. Als de geest des Heren bij een David vaardig is, dan zegt hij, met mijn God spring ik over een muur en met mijn God dring ik door een bende heen. Als de geest des Heren bij een Elia is geleden, dan grijpt hij straks al degenen die tegen de naam des Heren opstaan. En dan worden ze geslacht bij de Bekizon geleden. Maar o, als het vlees spreekt. Als het vlees spreekt bij een David. Dan blikt hij naar beneden en dan begeert hij tenslotte naar Bathsheba. En als het vlees bij een Salomo spreekt, dan heeft hij er duizend vrouwen geliefd. Als het vlees gaat spreken bij een Elia, dan ziet u hem zelfs onder de jeneverstruiken liggen en dan hoort u hem klagen. O, dat vlees, o, die twee mensen in het leven, o, wie zal hem ervan verlossen? Mijn geliefde medereiziger op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Simson. Hij heeft over die dingen gesproken, over die vrouw die hij gezien heeft. Moet ik dan vanmiddag even naast u komen zitten? Ben u anders, ben u beter? Als u naar de wereld ziet, o, ik veroordeel de wereld. Niet omdat ik beter ben dan de wereld, en toch een veroordeel. Ik veroordeel al de goddeloosheid die openbaar komt in het wereldse leven.
Ik veroordeel al het meegaan in de makkelijke paden die leiden tot het eeuwige verderf. En als u dan vraagt, ben ik beter of ben u beter? Dan zeg ik, nee, niet beter, maar ik ben door genade iets anders geworden als een apostel Paulus getuigt. Dat een zonde hem de dood geworden is, alhoewel die uit moet gaan spreken. En het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil doen, oh, dat doe ik, ik ellendig mens. Gods kind is niet beter, maar Gods kind is bij ogenblikken wel anders. En dat kun je soms in het natuurlijke leven niet zien. Maar als de geest des Heeren hem begint te drijven, en als de geest des Heeren hem doet zingen, en als de geest des Heeren hem doet optrekken, als uit de diepten van al de ellende. Dan kom ik nog een ogenblikje bij vader en moeder Manoach. En dan zie ik hoe daar die robuuste kerel, hoe die binnenkomt, die zou er bijna bang van worden. Dan hoef ik je niet meer te gaan vragen, wie regeert eigenlijk daar? Dan ga ik even een uitstapje maken zo, en dan denk ik wel eens aan die grote jongens die we onder ons hebben. En dan kun je ervan houden, is je kind. Maar oh, als die brute, robuuste kerels van vader Jacob's zonen straks thuis komen, dan kan ik me indenken dat vader Jacob er wel eens wat bang van geweest is. Dan vraag je je wel eens af wie regeert hierheen. Vader en moeder, toen de jongens zo klein waren, je had ze bij de hand. En je bond ze soms met een koordje aan de stoel, die naast uw tafel stond. Wie regeerde toen? Dan was het vader die met vaardige hand zei, jongen, wie is hier de baas? En dan kon je de kleine jongens s'avonds naar bed sturen, waar ze de 20 jaar gaan worden. En als je zo boven je hoofd uit gaat groeien, dan denk je wel eens bij jezelf andere dingen. En zeg, wie is er nou de baas? Dan klinkt het woord van Elia, van Eli, dat klinkt zo krachtig niet meer. Dan wordt het soms meer een gebed aan de jongens. Jongens, ik zou het maar niet doen. En denk er goed om. Het blijkt uit de geschiedenis, er is over gepraat. Hoe zou je er niet over praten, geliefd? Als daar een van je kinderen thuis komt en zegt, vader, ik heb ze gezien waarmee ik door het leven ga. Ik heb eens een dominee horen preken over die tekst en dan zei hij, waar komt ze vandaan, mijn lieve jongen? Komt ze uit de oud-gereformeerde kerk? Nee. Komt ze uit de christelijke gereformeerde kerk? Ook niet. Komt ze uit... uit de Rooms-Katholieke kerk, nee, ik heb ze opgedaan in een bar. Voelt u het geliefde dat een vaderhart dat het protesteert tegen die dingen? Voelt u het dat een moeder weent dat ze moet horen dat er kind geen kind is, maar dat het kind een vrouw zoekt uit de Filistijnen? En dan klinkt dat zwakke betoog. Is er dan onder ons niet één, jongen, waarmee je straks zou kunnen trouwen? Ach, bij je eigen volk zijn er toch nog wel. En als je dan dat raadsel nog neemt. En ze wisten niet dat dat van God is. Kan dat ook van God wezen, dominee? Ken dat? Kan dat van God wezen als mijn jongen de wereld kiest? Kan dat van God wezen? Kan dat van God wezen? Ja, geliefden, bestuurt hij niet het goede? Bestuurt hij ook niet het kwade? Laten we stil zijn in deze dingen. Ze wisten niet dat dit van de Heere was. En dan komt het wonderlijke. Laten we maar zeggen dat die grote jongen Simson, dat hij de vuist op de tafel slaat en zijn laatste woord is, vader, je kunt erover redeneren. Het gebeurt. En zo gebeurt het. Dan gaan ze met z'n drietjes op pad, hé. En ik moet u eerlijk zeggen, zeg dat maar niet op de straten van Ascalon. Als straks een rechtgeaarde Israëliet die drie ziet lopen, en als ze dan tegen elkaar zeggen, we gaan die drie naartoe. En als je dan hoort dat ze gaan uitzoeken wie de bruid zal worden voor Simson,
Dan beginnen de vraagtekens bij de godsdienst op te komen en zegt dat voor God. Dat zijn nog twee mensen ook die hebben gezegd dat ze met een God gesproken hebben en dat ze engelen gezien hebben en dat ze onderwijzingen gehad hebben en dat er een kind geboren zou worden dat een voorloper zou zijn. Ach, dan komen de vraagtekens, dan gaat de wereld twijfelen, dan gaat de godsdienst twijfelen, wat zeg ik? Dan ga ik zelf twijfelen. Moet je eens indenken dat je met die jongen, met het zonnekind, saampjes naar Timnat. Moet ik toch even met je meegaan, hè? Ze gaan eerst met z'n drietjes. En ze lopen eerst vlak bij elkaar, zwijgend. En dan gaat toch ieder zijn eigen weg. Dan gaat uiteindelijk Simson zijn weg. En dan gaan uiteindelijk vader en moeder Manoah ook haar eigen weg. En dan denk ik bij mijn eigen, is dat niet uitgetekend vandaag aan de dag, hé? Dan gaat Simson de weg van het kreupelhout. En ik denk wel eens aan mijn jeugd. Dan denk ik, jongens, zou je misschien ook een andere weg gaan dan je vader en je moeder? Een weg die je niet geleerd is op de catechisatie. Een weg die je niet geleerd wordt met je gedoopte voorhoofd. Een weg die uiteindelijk in het kreupelhout der zonde terechtkomt, daar waar geen weg meer is, waar de weg eindigt in de dood. En vader en moeder houden de gebaande wegen. Ik zat er vanmiddag een ogenblikje in mijn gedachten over te denken hoeveel vader en moeder een andere weg gaan. Als de kind de weg gaat door de wijgaarden van Timnat. Dat ik op de zolder kruip en dat ik op mijn knieën lig en dat ik die weg van het gebed kies. En dat ik de weg kies om me te vernederen en om te zeggen, Heere, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Heere, als ik er niet voor kan zorgen, wil u er dan wel voor zorgen. En weet je wat het grootste wonder is? God komt hem tegen. Een leeuw. De leeuw heeft gebruld. Is God je wel eens tegengekomen, jongens? Is God je wel eens tegengekomen in de dwarse weg die je gelopen hebt, zonder je vader en zonder je moeder erin te kennen? Is God je wel eens tegengekomen in het brullen van een leeuw? Hoe kan dat wezen, dominee? Zou kunnen gebeuren, jongens, dat je bezig bent om een kromme weg te kiezen, dat God je tegenkomt. Dat een van je vrienden plotseling ernstig ziek wordt, he. Het brullen van een leeuw. Dat God je tegenkomt, dat je in ene keer onwel geworden bent. Dat je een ongeluk gekregen hebt. Dat je in het ziekenhuis terechtgekomen bent. De leeuw heeft gebruld, daar komt hij op hem af. De dood. Daar staat een leeuw brullende voor hem. En wat heeft hij? Niks. En wat moet dan een jongen van vlees en bloed die een verkeerde weg loopt? Hoewel het een weg is waar we van lezen en ze wisten niet dat God dit zo besloten heeft. Toch met lege handen. En zie daar nou het wonder Gods. Terwijl daar die jongen die anders moest wezen en niet anders is. Toch in ene keer, daar komt de geest des Heren hem weer over een vaardig en dat is de liefde Gods. O, dat is de ontroerende liefde Gods, hoewel ik niet beter ben. Hoewel ik een mens ben van vlees en bloed. Hoewel ik iemand ben die soms een verkeerde weg opgaat, net als David. Een verkeerde weg, net ook als Elia. Een verkeerde weg. En dat de Heere me toch telkens weer tegenkomt. Zeg jij in het oog, lieve. God is je tegengekomen. En in plaats dat ik verslagen ben. Daar heeft God mij geleerd. En misschien heeft hij het u geleerd. Dat je in de weg van Gods genade overwonnen hebt. En dat je zelfs een leeuw die je tegenkwam verslagen hebt. Ik zit er wel eens over te denken over die geschiedenis. Simson is zo sterk,
zo sterk. Hij kan een leeuw verslaan. Weet je wat hij niet kan? Hij kan de zonde niet de baas. Je kunt zo sterk wezen dat je de poorten uit Gaza wegdraagt. En dat je overweldigd wordt door je kwaad. O, wat een teleurstelling. Maar een teleurstelling, vrienden, die de Heere weet. Waarvan de Heere spreekt, waarin hij zijn kerk troont. En ik neem nog één keer mijn psalmboek. En ik zing met u. Uit psalm 63, het zesde vers. Men zal die bozen door het geweld. Van het scherp gewette zwaard doen sneven. En aan de vossen overgeven ten prooi alom in het open veld. Psalm 63, het zesde vers. De geest vaardig over me is, oh, dan heb ik geen last van mijn vlees. Als de geest vaardig over me is, dan mocht ik wel eens bij ogenblikken gevoelen, zegt iemand hier in de kerk, dat ik geen enkele lust en geen enkele begeerte naar de zonde had, dan had ik aan mijn God genoeg. Maar dan kwamen er later tijden in het leven op en dan zei ik, o Heere, hoe ben ik nu? O, dan viel het me zo tegen. Er zit misschien iemand in de kerk die zegt, o dominee, ik dacht in die eerste tijd, Heere, het leeft nog. Heere, die zonde is er nog. Die zonde lag wel begraven, maar uit het graf, o, de zonde staat opnieuw op en dan valt dit alles zo bitter tegen. Weet u waarom? Ik wist niet dat het van de Heere was. Ik moet het leren. Ik moet leren dat ik alleen maar uit vrije genade in de verdiensten van Christus zalig word. Ik kom niet in de hemel omdat ik een bijzonder mens ben. En ik ga niet naar huis toe omdat ik beter ben. En al ben ik dan anders. Ik moet een weg leren dat arme zondaren, die worden met God verzoend. Er stond van de week stond er iemand achter me die zegt tegen me, dominee, alleen een arme zondaar gaat naar huis.
En toen trok hij me achter aan mijn jas en toen zegt hij tegen mij, zet, er gaat er niet één dominee naar de hemel toe. En er gaat er ook niet één ouderling straks naar de hemel toe en ook niet één diaken en een kijkje even. Nee, dominee, geen ouderling, geen dominee, geen best mens. Daar gaat alleen maar een gereinigde zondaar door het bloed van Christus naar de hemel toe. En daarom wordt Simson niet zalig, omdat hij zo'n krachtige held is. Simson wordt zalig, omdat hij een kind van God is bij de gratie God. En dan lees ik toch weer één ding, dan zeg ik, nou is hij toch weer anders. Als hij naar dat meisje kijkt, dan is hij weer net als de wereld. En als hij zijn vader en moeder overreedt, en als hij de vuist op de tafel zegt, dan ben je weer net een man van vlees en bloed. Maar als hij dan weer komt bij zijn vader en moeder, dan begint hij niet van zijn kracht te spreken. Ook niet dat hij een leeuw verslagen heeft, want genade zoekt het laagste plekje op. En het genade roemt niet in zijn eigen kracht. Maar als ik ga roemen, dan roem ik alleen buiten de maat in Christus Jezus. Nee, dan komt straks Simson niet thuis en dan komt hij niet te zeggen, ik heb een leeuw verslagen. Dan gaat Simson zomaar langs de weg heen. En dan komt hij bij vader en moeder terug. Dacht zo bij mezelf, er liggen allemaal van die lesjes in vanmiddag. Je mag je kind wel eens kwijtraken. Je bent je kind wel eens kwijt ergens. Ergens in de wereld. En dan zwerft je kind. En misschien raak ik je hart vanmiddag. Misschien heb je van je kind hoge beloften gekregen. Misschien mocht je van je kind wel weten en ze zullen Gods lof eeuwig verkondigen. En je hebt er warme werkzaamheden mee gehad en je dacht. En toen werd het kind geboren en toen ging het kind de weg van vlees en van bloed en je raakte het kwijt. Je raakte het kwijt in de wijngaarden van Timnot. En toen was het in ene keer alsof God niet waar was. Alsof ik het zelf mis had. En toen in ene keer, daar kwam de Heer toch weer te bevestigen dat zijn woord waar was. Langs een omweg. En dan komen ze toch weer bij elkaar en dan komt die jongen die komt terug. En toen dacht ik bij mezelf, lieve jongens, wat is toch groot als je dan weer eens terugkomt, hè? Dat je dan niet terugkomt, dat je dit gedaan hebt in de wereld, dat je dan terugkomt niet als een grote jongen, maar als je dan terugkomt als een arme zondaar. Als een zondaar voor God, als een zondaar voor je vader en voor je moeder. We hebben zo met elkander willen luisteren vanmiddag naar de geschiedenis van Simson. Een geschiedenis van teleurstellingen. Een geschiedenis van vraagtekens, van moeilijkheden. En dan kom ik weer even bij je zitten. In de donkerheid der tijd. En we hebben alles tegen elkaar gezet. We moesten het veel meer tot onze jeugd zeggen. Het is toch zo donker. O jongens, het is donkerder als dat één van jullie weten kan. Het is donker in de wereld. O, er hangt een akelige sluier hangt er over de wereld. Er hangt een sluier over het godsdienstige leven en het is alsof het nooit meer zal veranderen. En weet je wat ik je dan mag prediken, jongens? God is getrouw. Zijn beloften falen. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Zoals hij het gezegd heeft aan het begin van de wereld. En al duurt het dan even. Door de duisternis heen. Dan gaat de zon op in Christus Jezus. En zoals hij het toen heeft waargemaakt. Zo maakt hij het nog waar. En dan kom ik even weer bij je zitten. Heeft de Heer je wel eens wat beloofd, zeg? Heeft de Heer je misschien hier wel eens licht beloofd? Heeft de Heer je wel eens verbonden aan de beloftenissen gods?
Is er toen geen strijd opgekomen, dan is het in elk geval niet goed. Ben je dan er nooit mee vastgelopen? Dat zal toch niet goed zijn. Er zal in het leven van Gods gunstgenoten, zal er een keer strijd komen. Daar komt alles erop af. En dan ga ik één ding leren. Ik mag teleurgesteld worden in mezelf. En ik mag teleurgesteld worden in mijn kinderen. Maar zal ik nooit teleurgesteld worden in God. Hij die het belooft. Hij is getrouw. Die langs de meest wonderlijke bewegen. Langs de moeilijkheden heen. Die het zo zal maken. Dat ik me straks verwonderen zal. Over God en zijn wonderlijke wegen. Amen. Heren, we hebben gehoord dat uw belofte niet falen. Dat u de getrouwe bent. En dan mag voor uw kerk wel eens een teleurstelling zijn. Ze vallen bij u niet tegen. Gij zult ze bevrijden van de strikken van de dood. En dan zult u ze brengen waar wij ze niet kunnen brengen. Heer, gedenk aan onze jeugd. Gedenk aan onze kinderen. Gedenk aan vaders en moeders die het soms zo moeilijk hebben. Zegen de gemeente. Zegen ook de voorganger met de kerkenraad. Zegen ons samen uit uw vrije liefde in de vergiffenis van alle zonden en schulden en dat uit vrije gunst die u eeuwig bewoog. Amen. We zingen met elkander van Psalm 99, zevende vers, 99 vers 7. Gij met hem begaan hebt de wens voldaan, Heere die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lotte vergevend God, schoon zo om hun zonden straffen ondervonden. Gisteravond op de leeftijd van 76 jaren overleden AB, de bewoner van ons rusthuis. De begrafenis is aanstaande woensdag om 11 uur. Zo de heren dat willen we leven en de kinderen van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes
zee en breven met u allen tezamen. Amen.